Welkom bij een nieuwe Touch of Grubby Covey. Een spreuk van Covey die ik vertaal naar jou als snelle denker. Een spreuk die mij ook inspireert en hopelijk een spreuk die ook deze week weer in de loop van de week, als je ermee aan de slag gaat, een lach op je gezicht zal brengen. De spreuk van deze week is... Every human being has four endowments: self-awareness, conscience, independent will and creative imagination. These give us the ultimate human freedom, the power to choose, to respond, to change. Is een hele sterke quote, maar geen een heel eenvoudige quote. Een quote die er eigenlijk bij aanleunt, maar op hetzelfde neerkomt, is responsibility, is the ability to respond. Dus je hebt de keuze hoe je reageert op dingen. Komt neer op de eerste eigenschap van Covey. En dus wees proactief. En waarom heb je zelf de beslissing in handen hoe je gaat reageren op dingen? De eerste reden is self-awareness, het bewustzijn. Je kan effectief een stap terugzetten uit de situatie en reflecteren waar dat je eigenlijk mee bezig bent. Een dier kan dat niet, maar wij als mens kunnen effectief eventjes een stap achteruit zetten en ons reflecteren over de situatie waar dat we in zitten. De tweede, de conscience. We hebben een geweten, dus dat is daarom dat ik daar regelmatig al benadrukt heb. Het feit van jouw waarden heel goed te kennen is daar heel belangrijk in. Jouw waarden en jouw normen, dus je plichtsbewustzijn gaat ervoor zorgen dat je bepaalde handelingen, als je er even bij stilstaat en niet direct reageert, dat je die niet meer gaat stellen, omdat het tegen jouw waarden ingaat. Waarden is trouwens ook een heel belangrijke oefening die we in ons traject doen. Zowel de intrinsieke waarde, want als je je ergens heel hard in opjaagt of heel kwaad van wordt, als we gaan spitten, is het meestal een van uw kernwaarden, uw intrinsieke waarden, die echt geschaad worden. En dat zijn dingen die je zeker moet bewaken. Waarden zijn ook de reden waarom dat je dus niet direct moet reageren als er iets gebeurt. De independent will, dat is echt de eerste eigenschap. Je hebt de vrije keuze hoe dat je gaat reageren. Veel mensen reageren reactief, dat is het dierlijk instinct, er gebeurt iets, hop, en dan vliegen ze uit. Dat is eigenlijk puur dierlijk reactief proces. Je hebt de vrije keuze om daar wat ruimte tussen te laten. En we babbelen over een paar seconden bezinning. En creative imagination, de mogelijkheid om je dingen voor te stellen. Dus je kan je op voorhand al visualiseren en inbeelden wat er zou gebeuren als je een bepaalde reactie doet. Als ik kwaad ga worden, wat zou er dan gebeuren? Hoe zou die dan reageren? Als ik kalm zou blijven, als ik stoïcijns zou zijn. Dus je kan je al perfect inbeelden wat de gevolgen kunnen zijn van een reactie die je doet. Als je die vier stapjes tussen actie en reactie gaat steken, en dus een vorm van bezinning ertussen steekt, dan heb je effectief die eerste eigenschap die je 100% aan het toepassen bent. Ik zou zeggen, de komende week, neem dat zeker vast. De volgende keer dat er iets gebeurt, reageer niet direct. Dat is gelijk het mailtje dat je moet saven en de volgende dag pas versturen. Ik zou zeggen, veel succes. Onderschat niet de moeilijkheid van deze opdracht, maar ook niet de impact van deze opdracht. Want we gaan van nature heel reactief zijn tegen heel veel zaken. Maar door je gewoon even van bewust te zijn dat je eigenlijk de keuze in handen hebt en dan die vier elementen maximaal te gebruiken, ga je waarschijnlijk een hele andere week tegemoet gaan. Ik zou zeggen, veel succes. May the Grubby Covey Force be with you. En we zien elkaar volgende week voor nog een tip. Doei. Feedback altijd welkom.